Ja, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, allereerst wil ik vanaf deze plek de initiatiefnemers van Geen Pijl feliciteren. Ik ben geloof ik de eerste die dat doet, want de rest van de Kamer had het liever niet zien gebeuren, geloof ik. Maar het is een mooi resultaat. Een goede zaak dat burgers in Nederland zich eindelijk een keer mogen uitspreken over de uitbreidingsdrang van de Europese Unie. En de wenselijkheid natuurlijk van de associatieovereenkomst met Oekraïne. Een hulppakket voor Oekraïne van 11 miljard staat alweer klaar. 11 miljard belastinggeld. En de Europese trein die dendert maar door. In Brussel willen ze steeds meer. Meer Europa, meer lidstaten, meer bevoegdheden, meer zeggenschap, meer van onze miljarden, meer asielzoekers, terwijl de burgers in dit land niets wordt gevraagd. Veel burgers willen juist minder. Minder Europa. En het wordt de hoogste tijd dat we de eurofielen in Brussel terugfluiten. Voordat het te laat is en ons hele land is vergeven. Voorzitter, dat kan met een referendum en dat is een goede zaak. Elk jaar, voorzitter, elk jaar en ook vorig jaar mag Nederland zo'n 8 miljard overmaken aan Brussel. 8 miljard per jaar. Wat hadden we wel niet met dat geld kunnen doen voor onze ouderen, onze werkgelegenheid, voor onze koopkracht, voor onze economie? De Europese Unie is een ordinaire herverdelingsoperatie. Nederland levert miljarden aan welvaart in aan zwakkere Oost- en Zuid-Europese landen. Griekenland krijgt elk jaar meer dan 5,5 miljard toegeworpen. Een land als Polen is helemaal spekkoper. Die krijgt 12 miljard netto. 12 miljard. Ook in Roemenië ging in 2007 de vlag uit toen ze werden toegelaten tot de EU. Elk jaar mogen ze 5,5 miljard aan hun rekening bijschrijven. Dat is lekker. Hoef je niets voor te doen. Gratis geld. En sterker nog, men hoeft zich niet eens te verantwoorden hoe ze dat geld, ons geld, besteden. En straks dan Oekraïne. En alsof het nog niet genoeg is, staan er ook nog noodfondsen klaar voor het extra miljarden. Alleen al Griekenland heeft inmiddels meer dan 300 miljard uit een noodfonds ontvangen. En we weten allemaal, inclusief de minister, dat ze dat nooit kunnen terugbetalen. En ook in Portugal, Spanje, Ierland, Cyprus ontvingen miljarden aan noodsteun. Het is dan ook de hoogste tijd om in verzet te komen tegen deze transferunie. Voorzitter, dan de miljoenennota 2016. Het had een zonnige feestbegroting moeten zijn voor het kabinet met Prinsjesdag. Na het zuur komt het zoet, was het adagium. Maar het zuur was onnodig zuur en het zoet smaakt helaas bitter. Het kabinet heeft in de afgelopen 3 jaar veel te hard op de rem getrapt en daarmee de crisis eerder verergerd dan verlicht. Alles moest op de schop. De pensioenen, de WW, het ontslagrecht, de ouderenzorg, de studiefinanciering, de woningmarkt. Werkelijk alles werd in recordtempo afgebroken of versoberd. Never waste a good crisis, moet men in vak K hebben gedacht. En dat daardoor 150.000 mensen hun baan verloren en dat daardoor 25.000 hun deuren konden sluiten, dat was jammer, maar helaas. En nu het economisch iets beter gaat, wil het kabinet hiervoor de credits opstrijken. De woningmarkt trekt niet aan door dit kabinet en door de hervormingen, maar door de inhaalvraag, de lage prijzen die inmiddels dankzij het kabinet met 20% zijn gedaald en natuurlijk de historisch lage hypotheekrente. De consumptie trekt aan doordat de woningmarkt enigszins herstelt. De koopkracht stijgt doordat we lagere pensioenpremies afdragen, waardoor we wat meer in onze portemonnee overhouden en waardoor dragen we lagere pensioenpremies af omdat dit kabinet de pensioenopbouw gigantisch heeft versoberd. De export trekt aan vanwege de lage euro en de bedrijfsinvesteringen nemen toe vanwege hogere winstmarges als gevolg van de lage olieprijs. Voorzitter, de economie herstelt niet dankzij, maar ondanks dit kabinet. En Nederland herstelt langzaam van 3 jaar Rutte 2. Maar dankzij externe factoren als lage rente, zwakke euro en goedkope olie herstelt de economie. Deze factoren bepalen voor 75% de economische groei. Dus 1,5% van de 2% economische groei voor dit jaar wordt door die externe factoren verklaard. Maar ik wil het feestje niet bederven. Het kabinet strooit lustig met cadeautjes. Goedmakertjes voor het gevoerde wanbeleid. Maar wat blijkt bij nadere analyse, dat veel van die cadeautjes dikke sigaren uit eigen doos zijn.
Voorzitter, de 5 miljard lastenverlichting is natuurlijk hartstikke mooi, maar de lasten werden eerder met 15 miljard verhoogd. Dat extra geld voor dagbesteding, een uurtje extra aandacht voor de gepensioneerden per week, hartstikke mooi, maar een kruimel ten opzichte van de dagbesteding die helemaal is wegbezuinigd voor 870 miljoen. Het extra geld voor het kindgebonden budget, nadat eerder is gesneden, fors gesneden voor bijna een miljard aan de kindregelingen. We krijgen 16 miljoen terug, we leveren 1 miljard in. Extra geld voor de kinderopvang, 220 miljoen. Hiha, roept de PvdA. Maar dat wordt betaald uit de gigantische meevallen van 310 miljoen. Omdat niemand meer gebruik maakt van die kinderopvang, omdat die voor velen onbetaalbaar was. Extra geld voor de huurtoeslag. Of eigenlijk wordt de geplande bezuiniging een jaartje uitgesteld. Extra geld voor de zorgtoeslag. Of eigenlijk wordt de geplande verlaging een jaartje uitgesteld. Verhoging van de ouderenkorting. Maar niet als je een pensioen hebt van boven de 35.000. Dan lever je 83 euro in. En de verhoging van de algemene heffingskorting van 27 euro is natuurlijk helemaal een lachertje. Als je bedenkt dat er 2 miljard op wordt bezuinigd. Dat die naar nul wordt afgebouwd en 2 keer zo snel als voorheen. Voorzitter, eerlijk is eerlijk, er komt wel extra geld. Extra geld, harde euro's voor het buitenland. Dat dan weer wel. Extra miljoenen voor noodhulp. 110 miljoen, moet kunnen. 500 miljoen extra voor de opvang van asielzoekers. Veel te weinig, wordt een tienvoud, maar 540 miljoen. Extra geld voor missies zoals in Mali, de hobby van minister Koenders, 60 miljoen. En voor Brussel staat weer een klein miljardje klaar om de verwachte naheffingen te kunnen betalen. Voorzitter, en zo blijft het kabinet ons zuurverdiende belastinggeld wegpompen. Wij krijgen een dode mus, het buitenland keiharde euro's. Brussel krijgt weer 8 miljard toegeworpen, Afrika een dikke 4 miljard, een kwart miljard naar missies, 1,5 miljard wordt uitgetrokken voor vreemdelingen en asielzoekers. En vorige maand mochten we 5 miljard bijstorten in de bodemloze put die Griekenland heet. Bijna 20 miljard gooien we dit jaar naar het buitenland. 20 miljard. Dat geld hadden we ook in onze ouderen en in Nederland kunnen besteden. Voor de mensen thuis is deze minister Dagobert Duk. Maar over de grens speelt hij voor Sinterklaas zonder baard. Voorzitter, dan de werkeloosheid. Het kabinetsbeleid heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een spoor van vernieling in banenland. In 2 jaar tijd raakten 150.000 mensen hun baan kwijt. Alleen al door de kaalslag in de zorg gingen 65.000 banen verloren. 20.000 in de thuiszorg. 270.000 oudere werklozen zoeken al langer als een jaar tevergeefs naar een baan. En ook volgend jaar zitten nog steeds meer dan 600.000 mensen zonder werk thuis. En wat doet het kabinet? Het komt met een pakket van 5 miljard lastenverlichting. Oké, welkom, een paar tientjes extra in de portemonnee, maar het CPB verwacht dat dit pakket 7.000 banen oplevert. Dat is 7 ton per baan. Wat is dit voor een pakket? Hoe gaat de minister de overige 597.000 mensen aan een baan helpen? Voorzitter, en dan de koopkracht. De ouderen van Nederland zijn met dit kabinet echte klos. Ook in 2016 mogen meer dan 700.000 gepensioneerden aan koopkracht inleveren. Voor het 8e jaar op een rij. Het is een grove schande. Nederlanders, ouderen met een klein pensioen en behoefte aan zorg leveren het meeste in. Gepensioneerden hebben het dan ook voor een kiezer gekregen met dit kabinet. De pensioenen niet geïndexeerd, dankzij dit kabinet. Dankzij het feit dat ze de regels hebben aangescherpt. We lezen net in de krant, de komende 10 jaar kunnen ze nog een keer 5% koopkracht inleveren als gevolg van de nieuwe pensioenregels. Dankjewel, Jeroen Dijsselbloem. Ouderentoeslag verdwijnt, waardoor de huurtoeslag voor sommigen niet meer bestaat. Heb je een klein pensioen, wordt de ouderenkorting met 83 euro verlaagd. De ouderenzorg is gesaneerd. Het eigen risico is voor veel mensen onbetaalbaar, waardoor men zelfs medicijnen laat staan of controles overslaat. De compensatie voor het eigen risico verdween. De tegemoetkoming voor chronisch zieken verdween. De huren schoten omhoog en de eigen bijdrage voor de zorginkoop aan gemeentes ook. Voorzitter, het is dan ook niet zo raar dat 80% van de 3 miljoen gepensioneerden in financiële problemen verkeert. Dankzij dit anti-oudere kabinet. En terwijl heel Werk Nederland volgend jaar een beetje op vooruit gaat, leveren alle hulpbehoevende gepensioneerden in.
Je zou maar een klein aanvullend pensioentje hebben van, met 10.000 euro en thuishulp nodig hebben. Dan mag je volgend jaar 130 euro per maand inleveren. 7,2% aan koopkracht verlies je. Deze groep heeft sinds 2013 al meer dan 30% aan koopkracht verloren. En dit kabinet gaat maar door. Voorzitter, dan het grootste probleem van deze tijd, de asielinstroom. Ondanks al het zoet van die 5 miljard smaakt de toekomst van Nederland toch bitter. Nederland wordt namelijk overspoeld door asielzoekers. Met tienduizenden gelijk stromen ze ons land binnen op zoek naar geluk en een beter leven. En in plaats van ze tegen te houden, rolt dit kabinet de rode loper uit. Wat kost dit wel niet, vraag ik aan de minister van Financiën. Aan opvang, aan uitkeringen, aan huisvesting, aan onderwijs, aan zorg. Maar wat antwoordt deze minister? Deze minister hoor ik zeggen, geld is geen probleem. Hij belooft een blanco cheque. En ook de premier zei bij de algemene politieke beschouwingen, de beschikbaarheid van middelen zal nooit een beletsel zijn voor de opvang. Met andere woorden, ook al kost het ons onze kop, ook al kost het miljarden, miljarden, miljarden. Ook al betekent deze instroom het failliet van Nederland. Iedereen krijgt opvang, uitkering, een huis, een opleiding, goede zorg, gegarandeerd door deze minister. Wat dat betreft lijkt hij een beetje op Angela Merkel. De minister van Financiën is een schatkistbewaarder en hij dient zich te verantwoorden. Dus geen blanco cheques, minister. Mogen wij een inkijkje wat dit ons gaat kosten, wat er op ons afkomt. Want uiteindelijk zijn het weer de belastingbetalers die dit mogen ophoesten. Voorzitter, dan de garanties. Nederland staat zowat voor alles en iedereen garant. Inmiddels is de garantie opgelopen tot bijna 200 miljard. En opvallend is dan ook dat we voor 75%, 150 miljard, garant staan voor het buitenland. Voor landen en organisaties waar Nederland dus geen grip op heeft. Dit is een groot risico. Nederland staat bijvoorbeeld voor 4 miljard garant voor Portugal. 3 miljard Ierland, 2 miljard Spanje, 20 miljard Griekenland, 46 miljard aan de ECB. En we mogen er niks van vinden. We hebben geen invloed op hun beleid. Deze minister speelt Russisch roulette met de welvaart van onze kinderen. En de minister zegt in de miljoenennota een nee-tenzij-beleid te voeren ten opzichte van garanties. Dat is mooi, maar ze gaan alleen maar omhoog, die garanties. En toch lezen we dat hij voortaan mee wil doen aan een Aziatisch investeringsfonds voor infrastructuur. Voorzitter, waarom moet Nederland voor 1 miljard meedoen aan een Aziatisch fonds, investeringsfonds voor infrastructuur? Een ver van ons bed fonds en dan nog een voor een regio China die bulkt van het geld. Het Calimero-effect straalt van deze minister af. Kan hij mij uitleggen waarom hij hieraan mee wil doen? Dank u wel. Dat was het. Dank u wel. Er zijn nog een. Er is in ieder geval één vraag voor u. Meneer Merkies, gaat uw gang. Ja, een kort vraagje, want er waren de felicitaties aan geen pijl. Ik heb die felicitaties ook gedaan. Ik denk dat het belangrijk is dat wij hebben ons ook verzet tegen dat associatieverdrag met Oekraïne. Maar ik heb er nu nog eventjes dat hele verslag op nagekeken van het debat wat wij hier hebben gehad. En de heer Beertema, die heeft het geen moment gehad over dat hele associatieverdrag met Oekraïne. Dus ja, ik vind het een beetje gek dat er nu een beetje achteraf hier iets over wordt gezegd door de heer Van Dijk. Ja, voorzitter, ik weet niet, ik volg niet alle debatten van de heer Beertema, maar het mogen bekend zijn dat de PVV geen uitbreiding, sterker nog, we willen uit de EU, we willen zeker geen uitbreiding van de EU en zeker niet met de Oekraïne, laat staan met Turkije en al die andere landen. Dus ik neem aan dat dat een algemeen bekend standpunt is van de PVV. En ja, ik weet dat de PVV overigens om hele andere redenen dan onze redenen tegen dat er wel tegen is. Maar dan denk ik, dan is de PVV niet alert geweest. We hebben het op een gegeven moment gehad over dat associatieverdrag. Was het niet handiger geweest om het er op dat moment over te hebben als PVV? Ja, voorzitter, ik kan het standpunt van de PVV nog een keer herhalen. Maar wij, als er iemand een fel tegenstander is van Oekraïne bij de EU of een associatieverdrag, dan is het de PVV wel. En inderdaad, wij zijn vaker, komen we wel bij hetzelfde eindpunt. Neem Griekenland, jullie waren tegen de steun van Griekenland, want voor de SP was het niet genoeg en wij wilden geen cent naar Griekenland. Dus
Ik snap dat we een beetje uit elkaar liggen op sommige punten.